Ik word genegeerd. Hij lijkt mijn crush wel. Oh, flauwe grap dit, Sean. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Weet je nog zo net dat ik zei ho 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 ho? Merry Christmas? Ik denk dat ik mijn emulatie gesloopt heb. Oh, Sander. Ik denk dat ik op een knop heb gedrukt waardoor de emulatie stopte. Maakt in principe niet uit, want we zijn niet half in een aflevering of zo. Dus dat het komt goed uit. Ik zal dit eventjes uitzetten voor jullie, zodat jullie ook echt mijn gameplay kunnen zien. Maar ik wil wel even in de comments weten, wat vinden jullie van deze intro moment? Ik vind hem hartstikke leuk. Ik denk dat Milan hem ook wel kan waarderen. Hij dacht zelf van niet, volgens mij. Ik kan hem heel zelden waarderen. Nee, ik vind het wel grappig hoor. Oh, nou deze kan je dan sowieso wel waarderen. Want deze is precies niet zoals anderen. Hij is precies niet zoals anderen. Okay. Hé, wat vond je dan van die keer dat ik Leighton nadeed? Of dat Leighton gifje had? Ja, fucking grappig. Ik heb alleen geen idee welke kant we op moeten. Want normaal staat er altijd een vlaggetje. Ja. Maar ik zie geen vlaggetje. Nee, ik weet waar we naartoe moeten. Alleen hij zegt van ja, je moet de Waterium Sea hebben. Maar waar is die Waterium Sea dan? Die moet ik nog ergens uit de pedestal of zo halen. Dus ik loop nu eventjes terug naar de trial. Misschien dat ik hem daar kan vinden. Heb ik hem? Wat een Waterium Sea? Een Waterium Sea. Weet je wel? De Sea Stone van water. Oh, zo. Wat een Sea? Het past wel goed. Het klinkt wel een beetje hetzelfde. Maar volgens mij hebben we die gewoon hoor. Want als ik op... Dat kun je toch zien als je op save drukt. Ik heb hem. Heb ik hem dan niet? Jij hebt hem mogelijk niet. Dat ja, weet ik heb hem dat wel. Kan ik niet zien als ik op save druk. Kan ik niet zien. Oh, Milan heeft... Oh, ik kom even een Regigigas tegen. Tuurlijk. Zelf mijn geluk vandaag is niet op en top. Abilities zijn ook gerandomized zeker, hè? Ja. Welke... Type is Regigigas. Normal. Dus je mag vangen. Oh ja, dit werkt niet zoals gewone cage vlogs. Of Nuzlocks. Ik zit nog helemaal in de... Ik heb net mijn eigen shuffle lock opgenomen. Dus ik zit nog een beetje in het Nuzlocke aspect. Ja. Ik moet eventjes switchen. Nou hoop ik wel dat ik hier minder Pokémon verlies aan Boba Fett. Oh, spoiler trouwens. Sorry ja. Als je de Shuffle Lock kijkt. Maar je weet nog niet wanneer. Misschien komt hij ook wel. Hij komt waarschijnlijk niet voor ons. Komt hij over 2 weken online. Het weekend. Okay. Dus niet dit weekend, maar dat weekend daarna. Dus waarschijnlijk als deze online komt. Ja. Deze komt na jouw Shuffle Lock online. Ja, oké. Okay. Ja, het was echt kut, man, dat ik zowel Growlithe als Pikachu als Koffing verloor. Oef. Oh, ik moet tegen de Ultra Recon Squad en ze hebben een Dialga. Oh, tuurlijk. Doe maar. Je moet tegen de Sudowoodos praten, zeg maar. Je moet naar beneden, voorbij de deken en dan... Ja, ik weet het weer, Ik moest eventjes denken, Sudowoodo überhaupt in deze game, maar... Volgens mij heb ik die al wel eerder gezien. Ja, volgens mij ben jij die kant opgelopen toen. Ja. Even kijken. Ik moest jou nog wat zeggen. Maar ik ben het al... Oh, bijna Pokémon kwijt. Ja, door de recoil. Oh nee, nog... Oh, ik... Bijna door de recoil. Milan, alleen door dit intro moment bedoelde ik niet per se dat jij ze ook moest verliezen. Nu ben ik wel benieuwd. Maar Sander, even iets anders, hè? Ik heb gisteren dus een bingo opgenomen, een crystal bingo met Nando van de Subparkeyes. Leuk. Ja, en die wordt echt het
kijken waard. Die wordt echt het kijken waard. Hij komt op de Support Guys, dus niet op mijn kanaal. Oef. Maar... Nee. Nee, maar het was echt... Het was echt... Een heftige... Het wordt echt een heftige video. Nu ben ik wel heel benieuwd. Ja. Ja, ik wil het je buiten... Want ik weet niet wanneer wordt geüpload. Dus ik wil het je buiten de opnames wil ik iets wel zeggen, hoor. Hoe bedoel je? Wat wil je dan zeggen? Zo. Hoe het is afgelopen? Oh, nee. Ik wil hem zelf zien. Oké. Nee. Dat zijn spoilers, mijn vriend. Dat klopt. Oh, Regigigas is dood. Ik had hem niet moeten poisonen misschien, maar... Nou, je komt er vast Ik was ook redelijk tegen. Bang voor hem, als ik eerlijk ben. Dus... Ik word zo Spark. Hard gerekt door deze Dialga, dat is niet te doen. Oh, ze attacken Rose, waarom nou? Oké, ik heb eventjes jouw advies nodig. Ja. Confuse Ray of Thunder Wave? Ik zou zelf zeggen... Tegen welke Thunder Pokemon? Wave is beter. Tegen welke Pokémon? Nee. Ik moet kiezen. Ik heb Spark. Ja. Welke zal ik verleren? Confuse Ray of Thunder Wave? Ik zou zelf zeggen Confuse Ray. Oh, Confuse Ray. Confuse Ray. Ja, precies. Zeker. Zo dacht ik dus ook. We zitten op één lijn. Zoals altijd. Tuurlijk. Waarom moet ik nou weer tegen een Dial gaan? Dan kan ik daar weer echt slecht tegen. Ja, dat snap ik. En moet ik nou nog healen? Oh, nee, niet in de festival plaatsen. Oh ja, dit had ik al een keer gedaan trouwens. Dus ik hoef niet de hele turn. Dat moet ik wel doen dan, denk ik. Dat scheelt. Al vond ik het ook niet leuk toen ik het moest doen offscreen. Maar toen hebben jullie mijn gezeur erover niet gehoord. Dus dat scheelt. Nee, dus nu mogen jullie mijn gezeur horen. Hey. Je moet je het wel twee keer zo erg doen, omdat je mijn gezeur nu mist natuurlijk. Ja, hè? Dat is wel waar. Dat is wel waar. En ik ben goed in zeuren, dus eigenlijk moet je drie keer zo erg doen. Nee, dat was een grapje. Sander. Je moet zoveel zeuren als jij wil. Wat? Aangezien wij de eerste paar afleveringen zo'n beetje heel lang geleden hebben opgenomen. Weet je nog wel hoe je hallo zegt? Hallo-la? Ja, ik denk wel dat het in de buurt komt. Oké. Vooral ook op dat tempo, precies ja. Zo. Anders dan willen ze je hier niet hebben. Precies. Met dat handje zo. Oh ja, je moest... Hallo-la? Net zoals fantasie. Ja. Nou. Oh nee, ik moet nu tegen Trico. Team Skull. Deze gast zit letterlijk Trico. Wat loser. Sorry, dat is ik niet aardig. Ik moet nu tegen Team Skull. Alleen ik weet niet of mijn Pokémon's geheeld zijn. Oef. Je bedoelt alsof tussen de battles geheeld wordt. Of, ja. Of jij naar Pokécenter bent gelopen. Want dat is waarschijnlijk een ja. Maar dan heb je sowieso niet tegen Nurse Joy gepraat. Even kijken. Nee, ik ben niet... Referentie naar de Sol Link en Cage Rock. Echt, hè? Ik wil de volgende serie echt een Sol Link of het Cage Rock weer doen. Ja, ik ben voor. Ik ben er helemaal voor. En dan Black and White of Black and White 2. Ja, want de vorige keer toen we Black and White 2 Cage Rock deden, ging het zo goed. Ja, misschien moeten we die gebruiken als Sol Link, hè? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Of we moeten gewoon Black and White doen, dat kan ook. Ja, dat kan ook. We moeten even kijken hoe het loopt. Oké, die van mij had een Aaron. Niet een Aggron, een Aaron. De laagste evolutie. Niet de laatste, maar de laagste, als in de base form. Oké. Ik dacht al, je zegt niet een Aggron, maar de laatste, dacht ik dat je zei. Nee, de laagste. Dat is ook een domme manier om het zo te doen, ja. Maar ik geef toe. Oh, ik zie het vlaggetje, nu weet ik waar ik naartoe moet. Goed, hè? Ja. Heel erg knap van daar me. Zijn vlaggetjes voor, in deze game.
Oh, deze map ray is een ground type. Straks komt die leuke Battle Royale. Pokémon Fortnite, wanneer happening? Ja. Yeah. We moeten even iets afspreken. Telt een dead in Battle Royale ook of niet? Want dan kunnen ze met z'n drieën op je teamen, zeg maar. En dan ben je gewoon dood. Oeh, dat is lastig. Ik zou zeggen nee. Nee, kijk, als we dat van tevoren zeg maar afspreken, dan kunnen we er ook geen gezeik over hebben straks. Ik zou het niet doen, want kijk, tuurlijk het hoort bij de game, alleen het is niet een gewone trainer battle, het is een tutorial battle, dus ik vind dat sowieso niet echt tellen. Nee, precies. Oké, dan spreken we dat gewoon af. Ik bedoel, vaak tellen de tutorial battles ook niet, want als je bijvoorbeeld in Fire Red de tutorial battle tegen Blue doet, dan heb je nog geen pokeballs, dus dat telt ook vaak niet. Dus, ja. Ja, nee, dat klopt. Laat die protecten deze Crawdunt, echt, ik haat je. Oei. Sorry, nee, oké. Ik vind hem eigenlijk Crawdunt best wel een cool Pokémon. Ja, ik ook. Nooit gebruikt, maar wel, lijkt me wel een keer leuk om te gebruiken. Waarom heeft Ash een Corphish nooit geëvolueerd eigenlijk? Omdat Ash zijn Pokémon bijna nooit evolueert. Cyndaquil? Evolueerde in de Quilava? Ja, maar niet in het... Rico evolueerde in een Steptile gewoon. Pichu evolueerde in een Pikachu. Oh, is hij altijd Pichu? Oké, hij was al Pikachu toen hij hem kreeg. Maar er was ooit wel een Pichu. Nee, want Pichu's bestonden nog helemaal niet. Volgens Pokémon Reizen, zoals ze dat in het Nederlands heel mooi zeggen, bestaat er wel een Pichu volgens mij. Ah. Ik heb hem nog steeds niet gezien, maar het schijnt dat daar de backstory van Pikachu wordt uitgelegd. Echt? Ja. Dat is wel en daar blijkt Pikachu een Pichu ooit geweest te zijn. Hoe dat kan, aangezien die ooit wild was. Maar oké, schijnbaar kan het. Ik heb het niet gezien, dus ik noem het nu wel een soort van bullshit zonder bullshit te noemen. Maar misschien is het wel niet bullshit. Dat kan. Oh, nee. Ik moet tegen die Charizard weer. Ja, zijn Charmander heeft hij ook geëvolueerd in Charizard. En Gladion gebruikt een mega Camperupt. Wie gebruikt een mega Camperupt? Gladion. Wacht, wat? Ben je al zoveel verder? Ik ben nu tijdens die Battle Royale. Oh, oké, nee. Ik dacht, een Gladion fight, dat is later in de game pas. Ik wist niet dat hij ook in de Battle Royale meedeed. Ja. Oh, wat is dit? Pink Nectar. Oh. Niet zo hyped als dat ik hoopte dat het was. Oh, ik zie hem. Hey Gladion. Hey Gladion bedoel ik. Hij keek me niet eens aan. Ik word genegeerd. Hij lijkt me crush wel. Oh, flauwe grap dit, Sean. Oh, niveau ligt weer echt laag hoor, jongens. Zoals het hoort. Oh, als dit geen intro moment wordt. Vooral ook dat ga ik sowieso vergeten. Dat ga ik sowieso vergeten. Ik noem hem deze aflevering wel mijn crush negeert me. Dat is zo heel mooi. Aflevering 10, aflevering 11, aflevering crush negeert me. What the fuck? dat klinkt wel als iets wat ik zou doen. Ja. Zo had je ook ooit een keer aflevering 6, aflevering 7 en aflevering morgetje gekregen. Dus. Lol, die Charizard. Die Charizard van Hou. Weet je wel, die Mega Charizard, waar ik al een paar keer tegen moest. Die heeft Truant. Wat een loser. Ja. Yeah. Wie is de gele Pokémon? Waarom laat ze alle Pokémon zien? Behalve de gele kant. Het zal gewoon een Pika zijn. Een Hexorus? Waarom? Oh, want Hexorus die is niet eens geel, gast. Jawel. Oké, die is wel een beetje geel.
wel een beetje. Oh, de Pelipper. De Pelipper waar ik tegen moet, die heeft Transform. En ik heb alleen maar mijn omelet. Ja, ja, je hebt maar één Pokémon, hè. Oh, maar dan is het sowieso oneerlijk als dit zou tellen. Nou, ik vind nu al dat het moet tellen, want ik ben niet dood gegaan. Nee. Grapje. Nee, oké. Okay. Snap ik. Nee, ik zou dat grapje ook wel gemaakt hebben. Okay. Nou, ik wou dus wel mijn best doen om niet dood te gaan. En dat ga ik ook nog steeds doen. Alleen, ik ben nu wel bang. Pelipper heeft ook nog... Imposter is dat? Dat hij mij wordt? Ja, ja, dat is Imposter. Ja. Savage Pinout. Oh, als hij dat tegen mij doet, hè, dan word ik Savage. Hm? Ik word Savage. Of hij doet het tegen de... Classy, Bushy, Ratchet. Nee? Oh nee, hij doet het tegen de Pelipper. Nice. Oh, wat? Battle is over? Ja, als er eentje doodgaat, is hij over als het goed is. Oh, dan ben ik ook geen Pokémon verloren. Ik dacht dat je helemaal door moest gaan totdat één iemand gewonnen had. Nee. Oh, nee. Holy shit. We krijgen straks de moeilijkste trial ooit. Met die hiker. En die Salandits. Nee, je moet vertellen wat er anders was, zeg maar. Oh, dat is zo lastig. Mag ik jou een tip geven zometeen? Ja. Als jij... wat gebeurde er nou? Nou, het zal wel. Als jij straks bijna het stadje uitloopt, kan je zo'n grote markt in. En daar heb je... Oh, quickballs! Dat bedoel ik. Daar heb je allemaal random items. Bijna, oké. Okay. Ik snap nog niet helemaal wat je bedoelt. Snap ik dat als ik het stadje uitprobeer? Ja, gewoon voordat je het stad uitloopt, heb je gewoon een hele grote winkelcentrum, zeg maar. En daar moet je gewoon tegen elk mannetje even praten en kijken wat je aan items kan kopen. Ja. Ik heb... Heb je die Pokecenter markt al in de Battle Royale stad gekeken? Met de TM's? Ja, maar dat waren niet zo goede TM's bij mij. Nee, ik heb Nature Power, niet zo goed. Light of Ruin, ik heb geen idee wat dat is. Oh, dat is een fucking goede aanval. Light of Ruin. Oh, ik heb niet genoeg geld ervoor. Zal ik eens kijken? Ja. Oh, Ruin, volgens mij is dat een signature move. Een signature move. Nee, het is een fairy aanval. Oh ja, Light of Ruin is van een van AZ's Floette. Weet je dan wat dat is? Ja, dat is die shiny Floette, toch? Nee, is niet shiny. Dat is een Floette die nooit is uitgekomen, zeg maar. Oh. En dat shiny was. Dat zijn signature moves. Dus die move is ook nooit echt uitgekomen, zeg maar. Dat is een fucking goede move. Ik heb alweer weggeklikt. Maar ik heb het geld niet. Ah, dan moet je sparen. Hoeveel moet je ervoor betalen? 50.000. Oh, dat is wel veel, ja. Dat is wel veel, ja. Hé, hey, go-code. Hé, hey, maar ik zie geen markt zo gauw. Heel groot winkelcentrum rechtsboven in de stad. Je kan er niet omheen, zeg maar. Ja, oh, je kan er wel omheen, maar... Ja, nou ja, ik heb het toch net echt gedaan, dus... als je mij gaat vertellen dat ik er niet omheen kan. Ik kan ook gewoon met die towers lopen, natuurlijk. Dat gaat veel sneller. Aangezien ik ongeduldig ben. Oh, deze waar je die souvenir kreeg ooit. Ja. Of zo. Daar kan je met al die mannetjes praten en dan hebben ze allemaal items. En ik kon quickballs kopen, dus dat is wel super nice. Oeh, discount coupon. Graag. Korting. Het. Maar zeker. Wil ik dat? Bye. Swiftwing. Lemonade. Oeh. Ja, ik heb dus... ik kon dus Energy Roots kopen. Dan betaal je 1000 Pokédollar en dan krijg je 120 HP. Ja, voor een lemonade
is 400 pokedollars. Mm-hmm. En volgens mij is een Hyper Potion echt iets van 700 of zo, toch? En die doet ook nog... Of Super Potion. En die doet ook nog eens minder. Oké. Dus dat is wel gunstig. Grokey learned pluck. En ik heb de discount coupon, dus het kostte me minder. Let's go. Oké, next. Gallonberry. Nee, Powerband, Iron. Oké, deze is misschien een beetje trash. Een Ovalstone. Oh, dat is voor breeding. Dat moet niet zoveel. Ik ga aan de derde trial beginnen. Moomoomilk. Kan ik kopen. Een timerbal en een duskbal. Krijg je maar één keer die discount? Of krijg je die meer vaker? Volgens mij krijg je die vaker. Ja, oké. Dat is wel gunstig. Dan ga ik ook nog 5 duskballs kopen. Ja. Oh, Melamar. Ik haat Melamar. Ja, snap ik. En nog een aantal moonmilks. Zal ik dat doen? Ja, sure. Fuck it. Kijk, en dit is waarom ik niet met geld om kan gaan. Nou, volgens mij... We hebben ook nog een gast. Oh, nee. Wat? Volgens mij lukt het je in het echt best goed. Ah. At the moment geef ik best wel veel uit, hoor. Huts. Nee, dat is niet huts. Dat is... Kuts. Wauw. Oh, hoezo kan ik hier niet tussendoor? Wat een bullshit. Ik wil gewoon alleen even die totemsticker pakken. Hij wil weer een totemsticker. Ja, tuurlijk. Oh, nieuwe 1K. Oh, dat... Het is een avatar, Alexander, nog steeds. Tja, dat doen we gelukkig pas voor de derde keer nu. Ja, maar dat komt omdat ik net een dingetje heb opgenomen, oké. Dat zijn smoesjes. Misschien wel. Maar dat boeit niet. Het blijven smoesjes. Mm. Luxio. Die mag ik niet vangen, maar toch. Mm. Omdat die vet is. Die is heel luxe. Ah, snap je nou. Lux.io. Pure luxe.io. Ja. Hij is vast van het kanaal Pure Luxe. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Oh, dat is zo geniaal. Nou ja, het is één gast die doet heel stoer met... Het is basically gewoon, kijk mijn video en zie me flexen. In principe is het eigenlijk gewoon kut. Okay. Maar omdat het zo cringe is, is het gewoon grappig. Oké. Ja. Het is wel funny. Vooral die video met Gio, die is gewoon grappig. Wat gaan ze doen dan? Oké. Gio gaat gewoon een huistour geven. Maar op een gegeven moment, die gast van Pure Luxe, die belt Gio op, hè? Zo van, hey, ik rijd nu over je wagen, of over je brug met mijn wagen. Ik hoop dat hij het kan houden. Want ik heb zo'n luxe wagen. Dat. Okay. En dan vervolgens gaat hij aankloppen. Zegt hij, oh, ik hoop dat Gio thuis is. Oh, je bent thuis. Dat je ook denkt van, what the fuck, gast. Nee! Je hebt zo net gebeld. Ik word gekrit. Mijn Cranny Dos is dood. Oef. Ik word dat gewoon is gekrit. Dat is niet poggers. Wat een onzin. Moet ik nou weer doen tegen een Mamoswine? Hard, man. Ik heb niks tegen een Mamoswine. Oh, misschien een lichtpuntje. Hij is natuurlijk ook ground, dus in dat opzicht. Echt, ik ben echt fucked als ik Ice-types tegenkom. Gerechtigheid. Wat? Wat?
Dat is ook de enige keer dat ik gefuckt zal worden. Oh! Dit wordt een hele trieste video zo. Ja. Ook gewoon in plaats van een beetje doseren doe ik het gewoon allemaal nu. Ja. Dan ben je er voor 3 afleveringen van af. Oh, mijn totem is een F-alug. Oh, nice. Die bicep-tafel. Ja, ik schiet hem in zijn. Deze man is echt... Speedy boy. Ik weet niet of dit slim was om sleep powder niet aan te leren, maar ik denk niet dat ik het nodig heb. Oh, dit wordt echt een hel, heb ik al gezien. Dit wordt echt een hel. Kom op, gun mij een slechte Pokémon. Oh, Mega Gallade! Oef. Ja, ik word zo hard genaaid deze aflevering. Wat is dit? Hé, hey, ik kan ook nog genaaid worden. Ik hoop het. Het zou de eerste keer zijn. Snap je nu? Ja, ik snap hem. Ik lachte gewoon niet. Dat mensen niet lachen betekent niet meteen dat ze niet snappen. Ja, hallo, niet. Je maakt zelf die grappen de hele tijd en doe ik het dus weer niet goed. Ja, nu gaat hij zo doen. Net alsof ik mezelf de hele tijd loop zwart te maken. Sjoe. Oké, maar ik heb nu wel eventjes comments. Ik heb jullie volle hulp nodig. Want dit is een vet lastige trial. Ik heb hier altijd echt moeite mee. Dus please zeg eventjes welke afwijkt. Oh, de eerste is echt moeilijk volgens mij. Oh nee. Oh, en die Mega Glade hield die effelijk ook nog. Wauw. Wat een onzin. Hey, de middle malwerk. En dan word ik weer gekrit. Okay. Oh ja, je hebt hier 4 totems. Oh nee, het zijn niet allemaal totem. Nevermind. Wel 4 Pokémon. Maar dat heb je bij anderen ook. Dus nevermind. Vergeet wat ik gezegd heb. Dat is wel wat nevermind. Ja. Maakt niet uit. Bullet Sheet, go. Ik denk dat jij mensen niet hoeft te vragen om te vergeten wat je hebt gezegd, hoor. Nee? Nee, ik denk dat ze dat zelf wel doen. Luisteren toch al niet. Oei. Het gaat echt goed deze aflevering. Ja. Ja. Dat krijg je als ik net 3 Pokémon verloren heb. Dan gaat het hard. Net 3... Oh ja, in je andere serie, ja. Careful memorize, oké. Oké. Wacht, is het de hiker? Hoewel als hij nou nog een Pokémon bijroept, dan word ik echt boos. Ik ga pas echt lachen als ik hem straks echt fout doe. De trial. Ik zit helemaal zo neerbuigen te doen naar deze trial. Van, oh, deze trial is zo makkelijk. En dan straks verneuk ik het. Dat zou ik wel fucking grappig vinden. Ja. Oh, leeft hij op 1 HP en heeft hij ook nog zijn berry? Wat is dit? Ik hoop dat je het overleeft, gast. Ja, zo te zien wel. Ik denk dat ik hem nou verslagen heb. Ja. Nee, hij is eerst takedown. Oké, ik leef nog. Hij heeft zichzelf een recoil gekild. Maar wel een Pokémon kwijt. Ik ben sad. Hoezo? Ja, snap ik. Hoezo doet het zo weinig? Ice is super effective op die bitch. Tegen wie moet je? Ferrothorn. Ferrothorn is steel, dus is niet super effective. Ja. Oh. Vandaar dat het zo weinig deed. Dat verklaart wel een hoop. Dan heb ik ook niks tegen Grass Steel Typings. Tegen Grass Steel Typings. Dat is zo specifiek dat dat wel goed komt. Oh, wacht. Ik heb Rock Bug. Ah nee, Bug is niet super effective van steel. Yep. En Rock is niet super effective, want... Volgens mij is Rock niet super effective op zowel Grass
of Steel, dus... Nee, ik doe gewoon Aurora Beam. Hey, ik krijg 10 quickballs van Kiawe. Gaat die vloeken op onze Christian... op ons PG-channel. Hoe durf je dit toe te laten? Deze Ferrothorn doet curse. Dat kan toch niet? Hoe durft? Nu zijn we gedemonetized, hè, Ferrothorn? Hoe vind je dat nou, hè? Hoe kun je daar nou mee leven? Echt, hè? Niet te doen. Final Dance. Oh ja, er komt ineens zo'n Celestial straks. Nee, dat is in de gewone Sunny Moon. Oh, dat is hier niet? Hier is de Marowak. Ah, jammer. Oh ja, ik zie het, een extra Marowak. Kan ik dit überhaupt fout doen? De totem Pokémon, de big Pokémon with the ball. Waarom Pokémon? Geef me iets van een... challenge. Het idee is leuk. Maar voer het dan ook uit met dat er een uitdaging is. Is minor goed? Minier? Nee, ook helemaal goed. Niet. Nee. Oké, dat is mooi. Welke typing is die überhaupt? Rock of zo? Rock Psychic, denk ik. Weet ik even niet. Electric is ook super effectief op deze man? Hoe dat dan? Dan ik heb hem schijnbaar al kijken. Een keer eerder gevochten. Minior is... Rock Flying. Ah... Vandaar dat het elektrisch super effect is. Ja, dat is wel logisch. Wat is beter, een Woobat of een Minier? Ik denk dat... Oh, een Woo... Het is allebei slecht. Waarom krijg jij allemaal die makkelijke Pokémon? Wat is dat? Dit blijft me door. Oh, nee, self-destruct! Nee! Nee! Oh, dat viel echt mee. Oh. En Woobat wordt ook nog gedamaged daardoor. Hoe overleeft Woobat het self-destruct trouwens? Hoe dan? Oh, ik ben geconfused. What the fuck? Ik voel me extra genaaid nou. Hey, ik heb de totem Pokémon gehaald. Nice. Dan gaan we zo meteen de aflevering beëindigen. Als jij zover bent. Ik denk wel dat ik bijna zover ben. Of moet ik nog tegen deze man vechten? Nee, oh nee, dat nee. Is niet in deze game. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Dat je eerst een soort puzzeltje moet doen en dan tegen de man moet vechten. Omdat wacht, dat is hoe gymleaders werken. Ja. Oh ja, klopt. Nee. En, omdat, grote Pokémon al... Goed genoeg zijn, zeg maar. Die totem Pokémon's, die zijn al sterk genoeg. Je wilt niet nog meer. Nee, klopt. Goed, ben je er zover? Nou, hij doet eerst nog even zijn dansje. Oké. Maar ja, dat kan nu waarschijnlijk zo meteen ook nog wel. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je het nou heel erg dat mijn Craniedels dood is? Doe dan een F in de chat. En vergeet natuurlijk niet op Sander's kanaal te abonneren. Die staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. En ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.